Hoe begin je nou een dag zoals vandaag? Gisteravond dat ontzettende gave event, de afsluiting van het ULOV College van onze dochter met het ondertekenen van een diploma. Ik een verhaaltje namens de ouderraad, wat volgens mij goed gelukt was, een paar lachers. Voor de eerste keer twee jonge dames die vroegen, mag ik in de vlog? En ze keken waarom van de vlog. Mensen die ik niet ken, kijk naar de vlog. Ongelooflijk. Het is bijzonder om mee te maken. Ik vind het gaaf om dit te mogen meemaken. Het is... We gaan gewoon weer aan het werk. Of ja, gewoon met een bijzonder happy gevoel gaan we aan het werk. Wat zijn de belangrijke vragen? Ik heb vandaag 4 Bella-spraken staan, waarvan 2 consults. En de andere 2 met klanten om te kijken wat de voortgang is en wat we moeten doen. Dus een volle dag wat betreft afspraken. 4 uur gaat het kapsel weer gestroomlijnd worden. En vanavond moeten we eten koken. En ik wil vanavond ook nog het schema volgen van mijn trainer voor het hardlopen. Dat betekent vanavond een fanatiek rondje. En ik weet niet zo goed hoe ik moet plannen, want ik kan het niet te dicht doen na het eten. Maar ik wil wel graag vanavond dit lopen. Ik heb nog wat klusjes te doen, een aantal dingetjes. Mijn planning ziet er weer uit zoals ik al heb uitgelegd. Blokken van 20 minuten. En daarna rust. Mijn daily wordt iets opgeschoven. Zij belt zo meteen. Ze heeft iets anders wat eerst moet. Ik heb al een pagina online gezet, maar ik ben veel later begonnen dan normaal. Het was laat dat we in bed kwamen. Het gevoel was aanwezig, dus we hebben onrustig geslapen. Het was volgens mij vanochtend, ja, een beetje 7:30 dat ik goed en wel begon. Lang geleden dat ik zo laat begon, zeg. Ongelooflijk. Maar soms moet dit. Ik kan je zeggen, het is gaaf om mee te maken. Happy met de dag. Fijn dat je kijkt en kom met mee. Soms vraag je je af of het werkt, deze vlog. Of het zin heeft, of er mensen op afkomen, ondernemers op afkomen. Want ik had het net wel over die jonge dames. Maar dat is natuurlijk totaal niet mijn doelklant. Het is leuk en ik vind het echt gaaf dat ze kijken. Ik ben er heel dankbaar voor en ook dat ze zo reageren. Maar dit is een beeld om te zien. Hey Erno, ik hoor je vlog. Het leuke dat je het doet en het werkt zoals je nu merkt. Dus Jeroen hoorde mijn vlog dat ik bezig was met een Infusionsoft. Daar heeft hij hulp bij nodig. Dus via LinkedIn schakelt hij mijn hulp in. Het kan zo zijn dat hij mijn vlog via LinkedIn bekijkt. Ik heb niet zo'n heel goed idee. Ik gok van wel en dan neemt contact op via LinkedIn. Om mij even een voorbeeld te geven dat het effect heeft wat ik doe. En daar ben ik blij mee. Maar ook om te laten zien voor jou wat video betekent. Mensen maken veel meer dingen van je mee als dat je normaal vertelt in een e-mailtje op je website. Alle ontwikkelingen die je hebt, maken ze mee. Dat was een consult met Marina nog niet helemaal in 1/2 uur, 3 kwartier nu. Het wordt al beter. Goed gesprek weer in ieder geval. Zij blij. Structuur. Duidelijke afspraken voor de komende 2 weken. Door met de volgende call. Dus ik heb net even een momentje van rust gehad. Nu tijd met Laura. Tijd voor Laura. Dat was het gave gesprek met Laura. We hebben het gehad over het evergreen van haar product. Eén product gaan we deze zomermaanden de start maken om daar een evergreen van te maken. Eigenlijk de trechter die ik zelf ook heb. In dit geval bij haar gaan we een product verkopen. Dat is zin in. Want dat is een aanvulling van wat ik dan voor de klanten ga doen. En dit is de eerste keer dat we het gaan inzetten. Dus ik heb er veel zin in. En ik moet ervoor zorgen dat ik mijn team erin zet om ervoor te zorgen dat het gewoon op tijd allemaal wordt georganiseerd. Dus ik moet een plannetje hiervan maken met een planning en een tijdlijn. En wat het kost. Mooi. De klant is weer gerustgesteld. Het vertrouwen is weer terug en het grappige was, ze zag ook het proces waar ik mee worstelde, waar ik in zat. Aan de ene kant mijn pragmatische ad hoc instelling die al die jaren voor mezelf gewerkt heeft. Aan de andere kant het worstelen naar het overdragen van dat soort dingen naar een team en meer structuur in het werk te krijgen. En daar zat ik middenin en ze herkende het, ze zag het. Maar op dat moment werkte het niet voor haar. Zij
was het vertrouwen in het geheel kwijt. En dat was niet wat ze wilde. De afgelopen week heeft ze vertrouwen teruggekregen bij mij, omdat ik ook laat zien dat ik het weer recht krijg. Omdat ik het voor elkaar krijg, omdat ik weer de boel op orde krijg. Ik laat het niet erbij neerzitten. Ik ga er gewoon mee aan het werk. Ik ga het organiseren, ik ga het realiseren. Zojuist ook een gesprek met Jeroen. En we hebben een planning afgesproken om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk, en daarmee bedoel ik ook zo goed mogelijk, een nieuwe site online komt. Dat bedoel ik niet mee in een paar dagen, maar in een paar weken. Zodat we kunnen gaan publiceren in het blog en dat het gaat lopen. Want ik moet ervoor zorgen dat de structuur van publiceren van content over zijn onderwerp makkelijk gaat, zodat ik het kan overdragen aan mijn team en dat ik daarnaast ervoor zelf kan zorgen dat de site zo wordt zoals die moet worden. Niet door het uit te voeren, maar door te helpen, te ondersteunen en ideeën te geven en commentaar en instructies. Want dat is waar ik echt behulpzaam ben. Dus daar ben ik blij mee. Ik probeer het om een ander klant te bellen 3-4 keer vandaag. Dat is niet gelukt, want hij heeft de afspraak al gezegd deze week, woensdag. En de afspraak is strikt noodzakelijk voor mij, want ik moet zijn informatie gebruiken om de content te maken voor zijn site. En ik krijg die afspraak niet voor elkaar. En ik heb die content nodig. Zijn input om de content te maken heb ik nodig. Dus daar moet ik verder op achteraan. Gaan we doen. Nu is het zo 3:30. 4 bij de kapper. Ik ga erheen lopen. Want mijn zoon heeft een fiets van mij mee. Dus, niet belangrijk voor nu. Maar goede wandeling. Eventjes. En eerlijk gezegd, het is vrijdag. En ik ben energie een beetje kwijt. Misschien door het later op zijn verrisnaam met het feest. Wat nog in mijn hoofd zat. Want het is natuurlijk wel bijzonder. Ik ben nu lopend de kapper geweest. En dat vind ik altijd lekker. Maar het liefste. Want nu zie ik altijd Casey Neistat. Met zijn gave skateboard. Het liefste zou ik dat met een skateboard doen. Moet ik nou op mijn 48e nog een skateboard aanschaffen? Ik denk het niet, hè. Maar ik zou het wel gaaf vinden om nu met een skateboard naar de kapper te gaan. Of terug naar huis. En ja, zo'n elektrische. Zo'n boosted board. Oh, wauw. Super gaaf lijkt me dat. En ja, boosted board Nederland. Mag niet. Nee. Niet toegestaan. Volgens de wet. Het is zaterdag. Tijd nadat ik wat werk heb gedaan voor mezelf. Voor mijn bedrijf. Nu tijd om te gaan snoeien, want dit wordt te groot voor mijn raam. Het neemt langzaamaan licht weg. Dat geloof je misschien niet, maar dat is echt zo. Dus we gaan deze bomen aan de bovenkant snoeien en de onderkant gelijk houden. Want het zorgt voor mooie schaduw op ons terras. Zo, na al dat snoeiwerk kan je nu een beetje zien wat ik heb gedaan hier. Kijk, want voor de ramen zijn nu de takken weg. En voor de rest is het nog steeds een mooie grote groen bladerdek voor beschutting daaronder in de zon. En wat je misschien wel hier kunt zien een beetje, is ik heb de taxishaag ook gesnoeid. We hebben vanavond nog een barbecue, dus voor de tijd gaan we nog even een rondje rennen. Even kijken naar het schema wat Yuri van de atletiekvereniging heeft meegegeven. En dan kijken of ik dat een beetje kan volgen aan de ritme wat hij schrijft.